Au. Oh, mijn been. Goedemiddag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik kom net van de stad in Rotterdam. Ik heb een paar dingetjes gekocht. Ik wilde jullie eigenlijk meenemen naar de stad, maar was een beetje onzin. Want ik heb echt nutteloze dingen gekocht. Sokken, nog een paar sokken. Wel hele fijne. Wat nog meer, Bren? Hallo. En ik heb nog wat make-up gekocht. Normaal gesproken ben ik daar helemaal niet van. Maar het is nu big sale bij Kiko. Volgens mij overal. 2 plus 1 gratis. Dus ik had een eyeliner gekocht. En lipgloss. Ja, nee. Ik weet alweer wat ik zei. Eyeliner, lipgloss en mascara. Want mijn mascara was bijna op. Dus zometeen ga ik alleen even snel rijst en kip maken. Ik ga mijn haren even fixen, want het ziet er ook niet echt super uit. Zie ik jullie zo weer. Even gauw laten zien. Oh, wat doet hij? Hij zit het gewoon zo erbij. Oké. Ik heb totaal geen verstand van make-up, hè, dus dat weten jullie waarschijnlijk wel. 3D Hydra Lip Gloss. Dus niet die ik op heb. Deze is van mezelf. Even kijken, ik ga hem even laten zien. Ik heb nog nooit producten gehad van Kiko. Volgens mij lijkt die wel een beetje op die van mij. Maar in ieder geval, wacht, ik ga hem even smeren op mijn... Zie je, hij lijkt er wel een beetje op. Met glitters erbij. Oké, dat is dus één. Dit is een eyeliner. Ik draag af en toe, vind ik het wel mooi om eyeliner te dragen. Dus gewoon zo eentje. Vind ik altijd fijn, want ik vind het moeilijk om in één keer zo'n rechte lijn te trekken. Deze. En mascara. Kijk, waar ik wel een beetje verstand van heb, is mascara. Maar deze, ik weet niet of die goed is, man. Hij was iets van 8 of 9 euro. Oké, zo wel. Ik ga hem, als ik een keertje make-up op ga doen, ga ik kijken of die goed is. Sokken. Super dry sokken. 6 euro. Super fijne sokken voor te sporten. Lekker hoog. Daar hou ik wel van. Hey. Oh. Ik zie toch niks. Ja, toch echt. Dank je. Nog een paar sokken. Ook 6 euro. 3 paar van LS. Ik weet niet, ze zijn gewoon heel fijn. En een haarproduct. Dit is hair conditioner voor je haren. Ik zag het product dus staan en ik keek naar de prijs. En toen zag ik ZL. Kijk hier, ZL. ZL en dan €49,99. Maar ik ging er niet van uit. Dit is 50 euro, want het staat ZL. Dus misschien is het wel van andere valuta, weet je wel. Toen keek ik op een andere fles. Precies hetzelfde product. Was 8 euro of 10 euro of zo. Toen dacht ik van, oh, dat is best wel goedkoop voor 1 liter. En ik weet niet of dit een goed merk is. Ik ga zo even googlen. Maar ik dacht, ik ga gewoon proberen. Toen kwam ik bij de kassa. En zij zei tegen mij, dan wordt het 71 euro nog wat. Dus voor sokken. En voor deze sokken. Dus ik zei van, wat kost dan eigenlijk zo duur? Want ik dacht van, huh? Misschien was het dit, weet je wel. Maar ik dacht, bij de kassa wordt het omgezet in euro. Ze zo, ja, dit. Maar let, ze zo, ja, dit. Toen dacht ik bij mezelf. Waarom praat je zo? Ja, dit, weet je wel. En toen bleek het dus dat dit een andere valuta is. Dit is van Polen. ZL. Ik weet eigenlijk niet waar het voor staat. Maar hier staat Nazas. Ik moest in totaal €32 betalen. Dus moet je nagaan. Ik ging gewoon pin of zo, dat had zij niet eens gezegd. Oh mensen, ik ga jullie vertellen. Wat? Ik ga vertellen wat er is gebeurd. Oh, wat zie ik eruit. Jullie vertellen wat er is gebeurd. Ik ben uien aan het snijden, dat is er gebeurd. Ik kan er niet tegen meer.
Oké, gelukkig ben ik al bijna klaar. Oh, ik heb een goed idee. Hey, als je wilt nep huilen, moet je er even uien in je ogen smeren of zo. Ga je automatisch huilen. Eerlijk, eerlijk, jullie dachten echt dat iets was. Hè? Oh, eindelijk zeg. Jongen, jongen, jongen. Lekker. Ik ben dus aan het trainen. Maar er is hier dus constant, en dat is niet omdat deze bloemen hier liggen, maar er zit hier dus constant een vlinder in de tuin. En op een of andere manier voelt dat zo goed. Kijk, en nu ik erover praat, lijkt gewoon alsof hij me een teken wil geven of zo. Ik klink misschien een beetje gek of zo, maar hij chillt hier gewoon rustig. Kijk, hij gaat ook gewoon niet weg. Hij blijft gewoon chillen. Kijk, nu chillt hij even hier. Gaat weer weg. Zo. Ik ga dus nu weer verder met trainen. Maar ik weet niet. Op een of andere manier geeft het mij gewoon een soort. Weet ik veel. Spirituele kracht of zo. Kijk, daar komt hij gewoon weer. Ik weet niet of je het kan zien. Wacht. Want vlinders zijn toch wel gewoon ook. Dieren die gewoon vrij zijn in het leven. Snap je wat ik bedoel? Of klink ik nou echt gek? Ik was net aan het trainen en toen zat hij gewoon letterlijk hier. Hier ergens, maar hij zat, of zij, weet ik veel wat het is. Hij zat gewoon stil. Nou mensen, ik ben net klaar met trainen. Het is, even kijken hoeveel graden het is nu. 32 graden, nou. Ik had echt totaal geen zin, maar ik dacht ik ga gewoon heel gauw cardio doen en alleen de buikspieren. Nou, we zijn alweer 3 kwartier verder. Ik zweet me echt zo erg. Ik ga zo meteen douchen en dan ga ik richting Nelly toe, een vriend van mij. Ik ga haar even helpen met haar eigen haren vlechten, want zoals jullie weten doet zij box braids en gewoon vlechtjes in vlechten. Diezelfde die gisteren ook was. Oké mensen, ik had dus verteld dat ik naar Nelly ging. Ik ging naar haar toe. Om haar te helpen met haar haren vlechten. Nou, dit is het uitdrukking. We hebben heel de hele dag gevlochten. Oké, kijk. We hebben dus haar haar gevlochten. Ze heeft echt mooi rood haar. Ik vind dat ook, maar ik ben bang om dat te doen. Staat dat bij mij, denk je? Denk het niet. Bij jou wel, omdat je knalblauwe ogen hebt, toch? Zeg tegen mij, kom, kan je me helpen met haren vlechten? Dus ik zeg, ja, is goed, tuurlijk. Dus ik ging dus helpen met de haarvlechten, scheiding maken en zo. Uiteindelijk hebben we, hoeveel uur hebben we gezeten? Vanaf hoe laat was je bij 4 uur? Ik was om 4 uur bij jou en het is nu? 10 uur of zo? 9:30. Het is half 10. Tot 9 uur waren wij bezig of zo, zoiets. Kort 9. Ze had echt 6 vlechtjes. Een paar keer opnieuw gedaan. Ja. Naar eindstand. Gewoon knot. Ik dacht, fuck it. Ziet niet uit. Ja, maar goed. Het. Weet je wat we doen? We doen volgende keer gewoon next time opnieuw. Oké, pas. Gasolina. Rij eens rustig aan de hoofd. Oh. Ik ga dat stukje vertellen over... Meer filmen? Ja. Oh. Over wat was het? Over, hoe heet dat ding nou, Nel? Wat ding? Waar ben je? Oh, oh ja. Er stak een plukje uit haar haar. Ja. Er stak toch een plukje uit je haar? Ja. En ik dacht dat dat nephaar was. Dat je wacht, wacht, wacht. Omdat zij rood haar heeft en dat nephaar was ook een beetje roodachtig, toch? Dus er stak zo'n plukje uit. Okay. En ik zeg, rechtdoor. Rechtdoor. En ik zeg tegen haar, dit is nephaar, dus ik trek zo die haren eruit. En het bleek eindelijk haar echte haren.
Gewoon. Wat zo leuk. Zeker 25, 30 haren in één keer. Goedemiddag mensen. Het is zo warm. Ik lig nu aan het strand. Samen met Bren. En het is gewoon 4 of 35 graden. Het is op zich best wel rustig hier. Vergeleken Scheveningen. We hebben ook een tentje voor de verkoeling. Dus dat scheelt. Mensen, ik ben thuis van training. Ja, I look like shit op dit moment. Maar ik ga zo meteen douchen. Alleen, ik had een pakketje gehad van Chiquelle alweer. En ik heb weer super leuke items ontvangen. Deze had ik opengemaakt. Kijk, ik wil ze het liefst passen, maar ik zit met zweet of zo. Ik zit ook nu op mijn bed, wat ik eigenlijk niet moet doen. Maar goed, dit is dus een leuk blouseje. Je kan hem hier aan de onderkant, kan je hem strikken. Wacht even hoor. Ik ben benieuwd of deze mij past, want hij ziet er groot uit. Dit is trouwens een XS. Oh, hij ziet er best groot uit. Dus dan valt hij zo, als je hem strikt. Volgens mij ziet het op camera echt raar uit, maar goed. Tweede. Even openmaken. Dat gaat iets worden. Ja, dit is een andere kleur van welke ik al heb. Ik heb hier van een olijfgroene, maar dit is echt een mooie stof. Dit is trouwens ook echt een mooie beige kleur. Ik had eerder in mijn video's gezegd dat ik kleding van Chiquelle qua materiaal en stof super chill vind zitten. En ja, dat is voor mij wel echt een must. De derde. Kijk. Oh, leuk voor de winter. Ik had deze dus besteld. Maar het was one size. En ja, ik ben niet super lang. Dus bij mij, als ik een S'je bestel of soms een XS, dan nog is het best wel heel lang. Alleen deze komt gewoon perfect. Dit is echt voor de winter. How cute. Dit is echt schattig. Dit is serieus echt schattig. Ik ga de kleding zo meteen straks allemaal passen. Echt een mooie stof. Even kijken. Dit is wol volgens mij. En dit is dan katoen. Nice. Dit is de Paris Market Knit Top. Creamy white. One size. Dit is ook een one size, ja. Maar goed, deze zit echt perfect, denk ik. Nou, ik heb nog een legging. Ja, want de winter komt bijna. Want de zomer is al bijna voorbij. Oké, dus ik heb een legging. Dit is een... Ja, ik weet niet hoe je deze stof noemt, maar is ook zo comfortabel. Zulke dingen draag ik echt onder iets langs. Dus bijvoorbeeld een oversized hoodie of zo. Dit is echt de perfecte stof. Ook gewoon netjes. Love it. En even kijken, wat waren ze? Ja, daar waren ze. Nou, in ieder geval, dit zijn dus de items. Deze vier. Ik ga nu gelijk de vlog afsluiten, want ik moet douchen. Ik zie er niet uit, ik plak. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!